Hallo Ali, hier op je beeldscherm, net Fiction tegen Taser. Keihard, hoe vond je het gaan? Ik vond het goed gaan, ja. Ik was wel fucking zenuwachtig, want vorige keer was het zo Maar ik denk dat ik dat terug heb goed gemaakt met deze battle. Maar was het vorige keer wel echt Of liep het publiek echt op je te slapen? Deels wel, maar deels is dat ook gewoon, dat interesseert mensen niet, wat ik allemaal heb gezegd. Van die diepe lyrische, dat, mensen komen hier gewoon om personals te horen, dat heb ik nu door. Dus ga ik gewoon meer naar mijn tegenstander richten dan lyricaal komen, want dat boeit mensen gewoon totaal niet. Precies, want je had het vorige keer ook over dat jij normaal gesproken algemene bars schrijft. Ja, dit keer ben je persoonlijk. Ja, gewoon meer op de persoon gericht, maar ook Nick Veen. Ze vroegen mij gewoon, battle tegen Nick Veen, doe maar. Ik dacht van, oké, zal ik dat wel doen. Nu vroegen ze aan mij, wie wilt je battelen? Ik zeg, Taser, wil ik battelen. Dus als ik iemand wil battelen, dan... Wie wil jij nog meer battelen? Oh, dat weet ik niet. Gewoon top 16. Popjorn zou ik leuk vinden. Maar is dat niet een beetje een downgrade als je kijkt naar in welke lijn jij zit? Nee, zeker niet. Zeker niet, nee. Ik heb zelf het gevoel dat je... Giant zou doof zijn. Want ik heb zelf het gevoel dat jij niet alleen de top 16, maar misschien zelfs een top 10 of top 8 tegenstander kan treffen. Puur afhankelijk van wat ik heb geschreven en wat het publiek ervan vindt. Want je kunt nooit van tevoren weten van, dit gaat aanslaan. Ja. Ik hoorde ook nog een sneak diss naar mij toe. Waar? Ding is, voordeel voor deze battle is, je hebt meer brainpower in de judgment. Yep, ja, sowieso, brainpower. Demo heeft de loutste recap. Zeg eerlijk man, denk jij dat ik ooit in een volgend leven net als Demo kan zijn? Dat weet ik niet, Misschien wel. Ja? Alright, is goed man, dankjewel Victor.